Over Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan. Goedendag. Komende woensdag het ultieme statendebat over de superprovincie. Dan wordt het Flevolandse antwoord vastgesteld. het plan van minister Plasterk. om Flevoland te laten samengaan met Utrecht en Noord-Holland. Gedeputeerde Mark Witteman. Er ligt dan woensdag al een concept-zienswijze. van gedeputeerde staten op tafel. En die heeft al wat stof doen opwaaien. Want, uh, uh, er was toch een nuancering aangebracht. Flevoland is weliswaar tegen, maar toch niet meer zo tegen met alle sloten op de deur als aanvankelijk. Uh, waarom eigenlijk die uh, wijziging van het strijdplan? Ja, de vraag is of dat een wijziging is. Als je de zienswijze goed leest, dan kom je tot dezelfde conclusie als we eerder deden. Wij zijn tegen de plannen zoals de minister die nu heeft gemaakt. Waar we wel voor gekozen hebben, is om in die zienswijze ook te beschrijven van in welke situatie zouden we nou wel bereid zijn met elkaar aan tafel te gaan. Mm -hmm. uh, nogmaals, dat is anders dan wat de minister nu voorstelt. Maar mm -hmm. wij geven aan onder welke condities we wel mee zouden willen praten over een andere vorm van fusie. Daarbij is voor ons altijd uitgangspunt dat we dan ook in het belang van onze inwoners en bedrijven moeten zijn. En dat uiteindelijk de Staten daar natuurlijk de, de, de laatste beslissing in hebben. Ja, want op dit moment vindt u het voorstel van Plastek niet in het belang van, van Flevoland. U maakt ook echt in die veertien kantjes gehakt eigenlijk van zijn, van zijn voorstel. Maar zegt dan wel, uh, ja, we zijn bereid om verder na te denken over versterking van het middenbestuur. Uh, Zo'n gesprek wat u dan zou willen aangaan, dat gaat dan neem ik aan wel over, uh, over landsdelen. Hè. Dat wordt ook ergens genoemd, vijf landsdelen. Uh, en dan zou Flevoland neem ik aan toch bij een soort rand dat uh, uh, Landsdeel gaan horen, maar namens wie zou u dan gaan praten? Want gemeenten als Dront en Noordoostpol voelen daar natuurlijk helemaal niks voor. Nee, maar wij, wij zeggen tegen de minister van Wij zouden best bereid zijn het gesprek aan gaan wanneer ja. u teruggaat naar een model waarbij in heel Nederland de gemeenten worden opgeschaald, je mm -hmm. tot vijf landsdelen komt ja. en opnieuw bereid bent te, te praten over verschuiving van taken naar die landsdelen toe. En dat zou ook kunnen betekenen dat het in het voordeel is van voor onze inwoners en daardoor kunnen we beter ons werk doen. Maar dat moet dan een discussie over heel Nederland zijn, de manier waarop we het bestuur in Nederland geregeld hebben. En als dat ja. beter kan, dan zijn wij niet tegen om daar het gesprek over te voeren. Nee. Is het misschien ook een soort tegemoetkoming aan Plastic dat u ietsje genuanceerder bent op dit punt? Om uh, ja, de verhoudingen misschien uh, die wat, toch wat getrobleerd waren geworden, wat te verbeteren? Ja, dat weet ik niet. Maar uh, u nou, hebt ik, zelf de zienswijze opgesteld. Ja, nee, natuurlijk. Maar het is niet bedoeld om plasterk nu te helpen. Want nogmaals, als je hem goed leest, staat erin dat we vinden dat Plasterk heel slecht zijn werk heeft gedaan. Er ligt mm. een voorstel wat echt onacceptabel is. Dat is voor drie provincies zo. Je zou kunnen uitleggen, we willen hem best helpen om te zeggen hoe zou het wel kunnen. Maar dan betekent het voor ons stoppen met het plan wat er nu ligt. Ja. Opnieuw om tafel zitten met twaalf provincies. En dan eens goed nadenken wat wij kunnen doen om te zorgen dat we onze inwoners een goed voorstel kunnen voorleggen. Want daar gaat het Toch was er wel wat kritiek, hè? onder andere van het CDA, die bereidheid van GS om dan te gaan praten met Blasterk. Met ja. Het mag wat scherper, zei de fractievoorzitter Marianne Luier. Is er nog ruimte komende woensdag om deze zienswijze... Aan te ja, uiteraard. Het is een concept waardoor het college uh -huh. van gedeputeerde staten is gemaakt. En provinciale staten gaan daarover. Dus ze zouden bij wijze van spreken het hele verhaal op z'n kop kunnen zetten en alles anders doen. Dus ook die handreiking van we zijn eventueel wel bereid om te gaan praten, die zou er nog uit kunnen. Ja, nog zou als, je mee kunnen leven. Dat, is, dat is aan de staat hoe ermee omgegaan uh, wordt. Wat wij belangrijk vinden is dat er een zienswijze ligt waar veel draagvlak voor is. Uh -huh. Dus we hebben in de staat ook gekeken hoe kunnen we ook partijen die niet tot die coalitie ja. behoren betrekken. En zorgen dat er een verhaal ligt wat ook de steun van deze partijen kan verdienen. Ja, want hoe belangrijk is dat eigenlijk? U Utrecht heeft uh, uh, unaniem uh, de zienswijze uh, uh, aangenomen. Streeft u daar ook naar? Nou, het liefst wel. Dat is natuurlijk altijd waar we naar streven als gedeputeerde staat om de voorstellen zoveel mogelijk draagvlak te geven. Dus we hebben ook wel geprobeerd in de teksten van deze zienswijze rekening te houden met ook partijen die misschien wat anders staan ten opzichte van het punt als, als wij als college waren. En er zitten een aantal dingen in waarbij we die partijen proberen over die streep te krijgen. Een van de grote partijen in de staat in de PVV heeft afgelopen zomer gezegd dat ze geen vertrouwen meer heeft in uh, u als vertegenwoordiger van het ja. uh, Flevolandse standpunt over de superprovincie. Um, ja, dat zegt de PVV vaker uh, over mij. En ja. Ik, ja, ze ik vinden bedoel... u drammerig en ja. irritant. Ja, uh, uh, Twitter is difference. ook al een keer het vertrouwen opgezegd. Wat ik belangrijk vind, ik uh, doe mijn werk ten behoeve van de Staten. Hmm. En dat zijn de totale Staten. Ik praat ook altijd namens die Staten. En op het moment dat de PVV vindt dat ik dat niet meer zou moeten doen, dan moeten ze de Staten voorstellen uh, dat ik ermee moet stoppen. Nou, dat hebben ze in het verleden een paar keer gedaan, is niet gelukt. En ja, ik zie nu dat het niet meer gebeurt. Maar de discussie hebben met elkaar in de Staten. En als de PVV vindt dat ik slecht werk aflever, moeten ze de rest van de Staten ja. overtuigen. Maar het is wel zo, hè, de D66 heeft ook gezegd... ja, u bent wel wat eenzijdig activistisch ja. bezig. Ja. Hè, is dat nou vervelend dat er niet meer een soort totaal draagvlak is... voor zo'n belangrijk punt voor de toekomst? Voor ja, maar laten afleveren? we maar eens kijken wat er nu de komende week gaat gebeuren. Ja. Ik denk dat er in de zienswijze zoals die nu is... ook voor D66 een aantal punten in zitten die zij wel belangrijk vinden. En ik heb ook uit die maar die richting... moeten we misschien van het CDA uit. Nee, maar ik heb ook uit die richting wel geluiden gehoord... dat ze deze zienswijze in ieder geval een stuk beter vinden dan wat we in het verleden hmm. hebben laten zien. En we zullen eens kijken Maar dat woensdag. wordt wel lastig, toch? Het CDA zegt scherp het maar wat aan. D66 zegt eigenlijk zwak het maar wat af. Ja, nou dat is het vak van gedeputeerden. Je probeert je voorstel zo te maken dat je zoveel mogelijk draagvlak krijgt. En ik hoop dat we aanstaande woensdag zowel het CDA als D66 kunnen overtuigen... Ja. dat er nu een goed verhaal ligt. Overigens over draagvlak gesproken. U vond ook de opstelling van Almere een beetje gek. Hebt u dat ergens genoemd, geloof ik. Ja. Omdat Almere een neutrale opstelling Kiest, dus ja. niet uh, een keuze maakt voor of Noord-Vleugelprovincie of voor uh, het voortbestaan van Flevoland. Vindt u dat teleurstellend? Uh, nou, niet helemaal. Kijk, van de zes gemeenten zijn er vijf die zeggen, we vinden dat het moet blijven zoals het nu is uh -huh. in eerste instantie. Uh, Almere is er wat neutraler erin. Maar als je goed leest in de zienswijze van Almere, dan zie je dat ze zoveel voorwaarden stellen aan de opschaling naar de Noordvleugel. Dat je eigenlijk kunt vaststellen dat daar ook een pleidooi is om de huidige situatie zo te houden. En, nou ja, uh, maar dat zijn ook voorwaarden natuurlijk aan welke situatie dan ook. Dus ook aan de provincie Flevoland. Ja, maar laten we nou eens een voorbeeld nemen, want daar kwam die discussie vandaan. Uh, Noord-Holland is als het gaat om de toekomst van Almere, de schaalsprong en dergelijke. Behoorlijk terughoudend op dit mm -hmm. moment ook nog steeds. En op het moment dat de toekomst van Almere afhankelijk wordt van ook bestuurders Noord-Holland, denk ik niet dat het beter wordt dan het nu is. En daar... Dus Almere's belangen zouden daar niet in gedien... mee gediend zijn. Nee, nogmaals, als ik in Almere had gezeten, had ik gezegd van de huidige situatie geeft veel meer garanties dat die schaalsprong ook kan gaan zoals je mm. dat graag wil dan de nieuwe situatie. Dus kies voor de huidige situatie. Almere heeft een neutrale zienswijze gemaakt. Maar nogmaals, als je hem goed leest. stellen zij een aantal voorwaarden erin. die je eigenlijk niet kunt stellen. En nou, op grond daarvan ben ik toch blij met de zienswijze die er ligt. Ik vind het een ondersteuning van het standpunt van de provincie in ieder geval. Is het eigenlijk nog van belang wat Flevoland uh, voor zienswijze gaat indienen? Want je zou ook kunnen zeggen: Noord-Holland is al tegen. Utrecht is al tegen, Zuid-Holland dat weliswaar niet in die uh, Noordvleugelprovincie komt, maar dat wel als een soort concurrentie. Het is ook tegen. Ja, ja misschien doet het er niet eens meer zoveel toe wat Flevoland vindt. Nou, ik denk dat het wel is. Kijk, draagvlak wordt door veel partijen genoemd als een belangrijk criterium straks bij de beslissing. Uh, we hebben nu een situatie waar de drie provincies die betrokken zijn, alle drie zeggen zo als het ja. nu uh, plannen ligt moet het niet gebeuren. En dat betekent dat je geen enkele discussie meer kunt krijgen over de vraag is er nu draagvlak of niet. Het is helder dat draagvlak ontbreekt in een ene manen. Ja. In die conceptzienswijze wordt ook nog uh, genoemd dat u toch nog een referendum overweegt, ja. eventueel samen met de statenverkiezing in 2015. Ja. We hadden al een opiniepeiling gehad, ja. waarom, waarom komt dat referendum toch weer terug? Het voorbereiden van zo'n referendum dat kost veel tijd en ook veel geld. En als we dat in de afgelopen maanden even snel hadden moeten doen, dan hadden we dat niet op een goede manier kunnen doen. En daarom hebben we gekozen voor die peiling. Mm -hmm. De uitkomsten van de peiling nemen we nu ook mee in de zienswijze. Ja. Maar we schrijven nu ook van als het nu echt van zou gaan komen... dan vinden we dat voor de besluitvorming in de Eerste Kamer... het van belang is dat de Kamerleden ook precies weten hoe onze inwoners erover denken. Maar u hebt de schema's van Plasterk natuurlijk gezien. Hè? Dan heeft de Eerste Kamer al besloten in ja, uh, voor jaar, het Ja, Daar verschillen wij van mening. Uh, Plasterk is optimistisch hierin. Mm. Wij denken dat de Eerste Kamer dit onderwerp niet gaat beslissen... Uh, zeg maar, tot vlak voor de, uh, de verkiezingen in 2015. En dan zouden ze ook nog kunnen wachten op dit referendum. Nogmaals, wij beslissen nog niet dat het echt gaat gebeuren. Nee, want waar hangt dat nou nog precies van af ja, eigenlijk? De, de, dat referendum kun je niet zomaar organiseren. We moeten eerst een verordening maken op grond waarvan dat kan. En vervolgens mm -hmm. moeten de staten een besluit nemen om het ook echt te doen. En wat wij in deze brief schrijven, wij gaan wel die verordening alvast voorbereiden. Of we het echt gaan doen, zal afhangen van wat er de komende tijd gebeurt. En ja, stel dat de minister verstandig is en hij stopt hiermee, dan zou het zonde zijn als we veel geld aan een referendum hebben uitgegeven. Dus vandaar dat we daar nog even mee wachten. Dus is ja, iets een soort kaart die u in uw mouw houdt? Ja, wij, wij denken ook dat de leden van de Eerste Kamer het belangrijk vinden om de, de mening van onze inwoners te kennen voordat ze straks een besluit nemen. En, en, en daarom vinden we het wel een belangrijk instrument om nu nog even te laten staan. Ja. Een belangrijke avond komende woensdag. Ja, wel. Het gaat over de toekomst van onze provincie. En uh, dat is belangrijk. En ik hoop dat we met heel veel uh, draagvlakte iets zienswijze aan de minister op de bus kunnen doen de volgende dag. Ik was ik erg benieuwd. Maak Witteman, bedankt. Okay. Dit was over Flevoland gesproken. Met gedag nog.